Zelf vind ik het net iets te bloot. En ik denk ook, als ik dan, weet ik veel, sta te beesten, dan zie je mijn schouders en bicep. En dan, ja, ik weet niet, voel me minder vrouwelijk door, denk ik. Hi, Quinty hier. Ik ben gasthoofdredacteur van de Nieuwe Linda Meijden met het empowerment thema Baas in eigen broekje. Een belangrijk onderwerp waar we het nog veel meer over moeten gaan hebben. En daarom heb ik voor jullie de videoserie Baas in eigen sportbroekje. In 4 afleveringen ga ik jullie meenemen door allemaal verschillende thema's. Van kracht tot consent en alles wat ertussenin zit. En dit doe ik samen met San, tophockeyster van het Nederlands elftal sinds 2013. Kimberly, para-atleet op de 100 en 200 meter sprint. Amaka, influencer en workout-holic. En Joanne, model en body positivity activist. En vandaag is het thema Fasted. Over sportbroekjes, sport-BH's, rode koppen en rode lipstick. Ready? Let's go! Oké, stelling 1. In strakke sportkleding voel ik me heerlijk. Ik voel mij heerlijk in strakke sportkleding, mits het niet te strak is. Ik voel me eigenlijk wel prima in strakke sportkleding. Nee, echt totaal niet. In strakke sportkleding voel ik mij heerlijk. Ja, klopt wel. Ja, voel me wel lekker in. Ik voel me niet chill. Maar ja, hockeypakjes zijn vaak wel, wedstrijdpakjes zijn vaak wel echt strak. Dus ik moet het er maar mee doen. Alleen als ik naar de gym ga, doe ik grote kleding aan. Ik vind het juist zo stom als je naar een sportschool gaat en dan ga je in zo'n zak. Ik weet niet, ik vind het wel lekker. Gewoon even zien. Dan kan je even in de spiegel kijken en denk je, ja, hier ben ik hoor. Ik vind het wel leuk. Wat is een beetje de outfit die jij aan hebt naar de sportschool? Legging, groot t-shirt. Voor mij is dat maatje L en een grote trui. Nou, kleding die bijvoorbeeld wat strakker valt, zou ik juist eerder in een maatje groter pakken, want dan zit het lekker. Nou, kijk, bijvoorbeeld het pakje wat ik nu aan heb. Ja, dit vind ik wel lekker strak. En hier voel ik me wel helemaal comfortabel in. Ik vind het gewoon fijn als iets aansluit op mijn lichaam. Daar voel ik me persoonlijk, ja, dat werkt wel goed voor mij. Kleding die juist wat ruimer valt, pak ik dan vaak in gewoon een maatje kleiner. Ik moet zeggen, sport BH's casual draag ik niet. Ik draag eigenlijk in mijn daily life geen BH's. Nou, sport BH moet gewoon goed zitten. Weet je, je hebt soms van die sport BH's waar alles nog steeds heen en weer gaat, om zo maar te zeggen. Dat is ook niet de bedoeling. Maar het moet ook niet zo strak zitten dat je rugvetjes worden afgekneld. Ja, een sport BH moet natuurlijk wel support geven, dus het moet wel strak zitten. Ja, weet je, het is volgens mij, zijn we het er allemaal over eens dat de maat van je sportkleding niet zo heel veel uitmaakt. Of je dat nou veel groter wil dragen of lekker strak op je huid. Maar volgens mij is het dragen van je sport-BH wel belangrijk dat dat in de juiste maat is. Dus laat die even inmeten, dan heb je de juiste support. En dat zit volgens mij net even wat beter. Dus, tijd voor de volgende stelling. Oké, dames, stelling 2. Ik pas mijn outfit aan op de sport die ik doe. Ik doe eigenlijk over het algemeen alleen maar fitness. Dus dan, ik heb eigenlijk altijd dit aan. Absoluut. Ja, ik ga niet sprinten in tenniskleding. Nee, ik pas mijn outfit niet aan op de sport wat ik doe. Nee. Ik pas zeker mijn outfit aan op de sport die ik doe. Als ik ga rennen, doe ik altijd een regenjack aan. Met hockey heb ik geen losse kleren, geen capuchon, want dat is onhandig. Ik heb op hockey gezeten, dan deed ik altijd een rokje aan. Zo'n hockeyrokje. En voetbal deed ik altijd zo'n voetbalbroekje aan. Ik moet wel zeggen, als ik dan met gym wist wat ik ging doen, dan ging ik daar wel aparte outfits voor aankiezen. Ik kies gewoon een leuk outfitje. Ik hou wel van kleur, moet ik zeggen. En ik doe heel vaak dezelfde sporten. Dus, nee, ik sport niet alleen in een sport-BH. Ik snap ook wel als je dat wel doet, want het ziet er vaak wel leuk uit als je die kan combineren met je outfit. Zelf vind ik het net iets te bloot. En ik denk ook, als ik dan, weet ik veel, staat te beesten, dan zie je mijn schouders en bicep en dan, ja, ik weet niet, voel me minder vrouwelijk door, denk ik. Dus ik vind het dus echt heel lelijk, op de een of andere manier kan ik dat niet aan, als je topje niet matcht met je broek.
nu zou ik me echt helemaal goed voelen om in mijn sport-BH te sporten in de sportschool. Maar voorheen was ik daar niet oké mee. Ik ben iemand met heel veel verschillende sportsetjes. Ja, klopt zeker. Ik heb echt zo'n hele grote volle la met allemaal tops, allemaal gaaien. Ik doe dit als ik ga kickboksen bijvoorbeeld. Dan heb ik ook gewoon dit aan eigenlijk. Ja, je ziet dan toch, voor sommige workouts werkt de ene outfit en voor andere werkt weer iets anders. Het allerbelangrijkste is gewoon dat jij comfortabel bent in wat je draagt als je sport. Het is allemaal al moeilijk genoeg. Dus. En dan was dit alweer aflevering 1 van Baas in Eigen Sportbroekje met het thema Past het? Bedankt voor het kijken, hopelijk vond je het leuk en wil je nou meer info, check dan eventjes de link in de bio. Tot de volgende!